Is het goed dat is het mis wel? Die had zijn eigen onderzoek. Juist was de eerste keer toen ik dat bij Bart zag. Oh, sorry, dat kan niet zijn. Dat jij je eerste afspraak hebt gehad, oké? Wat moet ik doen? Ja, dat doe je dat. Ja, en waar als Bart Steven Jolien wil dat? Waar als Bart Steven Jolien wil dat? Godverdomme. Dat was het. Dat niet de meeste leraar zijn, hè? En die met zo'n pelletjes van zijn knappe. Minder. Die zou niet de eerste leraar zijn, hè? Die met zo'n pelletjes van zijn knappe mee. Dus... Dit zijn dagen waarop Amber. Dit zijn dagen waarop. Wacht, jongens. Hier aan het café heeft ruzie gemaakt. Je peux vous donner. Je peux vous. Excusez-moi. Est-ce que je. Wat zei ik nu? Bart heeft inderdaad een onderzoek naar de Bende van Gaasbeek. Sorry, was dat echt zo. Waar is Nick eigenlijk? Even bellen. Sorry, ik zal het even herpakken. Nee? Waar is Nick eigenlijk? Even bellen. Faisal El Amrani. Die naar toekomstige schoonfamilie. Faisal El Amrani. Die naar toekomstige. Denk je dat iemand daar mishandelt? Nee. Denk je dat iemand daar. Ben dat kwijt? Martel dan niet? Mishandelde. Denk je dat iemand. Sorry. De moeder van Joyce heeft hem in. Nog eens. Hij heet Tor de Koning. Hij heeft een website over zelfdoding, De Tunnel. Nog eens. Waar is Dina? Kent die niet, jong? Hé, hey, gast. Ik heb shit laten bijmaken. De poppen. Waar is dat je vertelt ons wie Jolien heeft? We pakken mee naar het bureau en dan kunnen we vooral door de collega's die de. Iemand appelsap. Amber en jij, jullie belden vroeger. Veel vroeger. Amber! Amber, stop! Kort het rond je been! Ik kon dat niet stoppen. En Amber ook niet. Dat was sterker dan ons. Nou, weet ik niet wat ik zei. Amber, stop! Stop! Ik ben Nick Beulens van Zelfvermiste Persoon. Ik ben al 24 uur op zoek. Stop! Wat is Jimmy in de buurt? Jongens. Meneer Galhard vroeg of er iets scheelde met ons Amber. Ik ben even niet klaar. Oh, sorry. Ik was op een actie aan het wachten. Ik zie niks al beginnen. We moeten eens klappen, hè. Het is voor de lach, het is niet erg daar. Samir! Doe het open! Ik weet het niet. Geen idee.
Nee. Als we hem arresteren, zal hem zijn verdiende... Godverdomme. Als we hem arresteren, zal hem zijn verdiende straf krijgen.